Nou jongens, welkom bij mijn versie van Prop Hunt. Wij gaan een potje Prop Hunt opnemen voor ons kanaal. En zo te zien ben ik een leuke zwarte zak. Rien kan je niet horen, maar dat is misschien maar beter ook. Die zware stem van hem. Ik ben in de map. Ik ben even een plekje aan het zoeken. Ja, ergens in de map. Wacht. Ik weet een perfect plekje. Ik ga lekker hier zitten. Oh ja, jongens. Niet te vergeten. Mochten jullie dit leuk vinden. Like en abonneer natuurlijk. Dan gaan we dit sowieso vaker spelen. Ja. En nou ja, Rien zegt, en dan moet je zijn versie van de video maar even kijken. Maar Rien zegt dus net precies hetzelfde. Like en abonneer. Anders mag je deze video niet kijken. Dat is wat hij zei. Oh, ja, er staat er al eentje vlak naast me, maar hij loopt me voorbij. Nee, ik zit in een. Ik zit in ons welbekende bosje verstopt. Ja, maar ze weten al dat ik hier ongeveer zit, maar nog niet precies waar ik zit. Oh, eentje raakt me door de muur heen. En ik ga er nu vandoor en ik ben gestunt en ik ben dood. Ik had misschien iets eerder weg moeten gaan. Nou, we zitten nu even Rien te spectaten. Oh, wat ben jij? Die prachtige plaat. Die verroeste plaat. Ik ga even kijken wat andere zijn. Oh, ik zie hier een pionnetje. Ik zie hier een barrel. En Rien. Rien heeft altijd al een plaat voor zijn kop gehad. En hij is neer. Ja, wel op. Rien zegt net dat hij heel geconcentreerd naar mij aan het luisteren was. Maar ja, je moet wel opletten, hè. Ronald Reagan is een barrel. En Johnny Deadpool is een pionnetje. Top Ronald, moedig hem een beetje aan, jongens. Ronald heeft het nodig, want hij gaat bijna. Bijna. Ronald. Ronald. Kijk. Ja, pionnetje. Hij is zich aan het vermenigvuldigen. Nou, we moeten het nog even 50 seconden volhouden. Nou, ze komen dichtbij hoor. Oh, daar ging Johnny. Daar ging Johnny. Oh, dat kan jij niet. Wat ben je ook een waardeloze teamgenoot, Ronald? Nou, Ronald, als je deze video ziet, valt het vooral niet persoonlijk op. Maar je bent wel slecht. Ik snap het.
Hey, Rien, moet je kijken. Oké, okay. Oh jezus, ik ga mijn sensitivity maar weer even aanpassen, want dit is wel heel. Oké, okay. Zoeken! Ja, ik werd al helemaal misselijk van die sensitivity 14. Zo, so high! Rien zegt net dat hij zijn sensitivity op zo so high zet. Nou, als je lekker high wil worden, moet je onze video's kijken. We gaan objectjes zoeken. Even fluitjes luisteren. Hé, hey, ik zie een band! Nee, een kruiwagen, kom hier! Oh, volgens mij is hij al gepakt. Ja, hij is al gepakt. Waar? Ah, misschien aan de andere kant. Ja, hier. Oh, dat zijn decoys. Maar je stunde hier iemand, zei je. Oh. Oh. Ja, daar hebben we niks aan, hè. Als je decoys gaat stunnen. Maar ik heb niks gestund. Nou weer gehoord waar ze nou zitten. Ik hoorde ook helemaal geen fluitjes. Even luisteren. Ik hoor aan de rechterkant hoor ik er twee. Wacht eens even en ik hoor een kippetje. Oh! Ja, ik heb er één. Het was een kip. Ja, ik heb er nog één. Only one prop left. Find it. Heb je nou gewoon kippen vermoord? Hé, heb je nou gewoon kippen vermoord? Ja. Rien heeft net kippen vermoord en hij gaat vanavond kipsaté eten. Nou, echt... Laat je dier nooit bij Rien achter. Als je zijn excuses wil, dan zal je onder zijn video moeten reageren. Pick up the pace, DJI. We're out of time. Ja toch. Waar? Hij zit. Hier, oh, dat was de verkeerde emoticon. Ja, ik stak nog wel even op het laatste mijn handje op, maar ik weet niet of hij daar zit. Switching rally points. Nou, we mogen weer even stoppen. Hide and survive. Hey, ik ben ook pion. Ze hebben die plek al door, hè? Ik zou daar niet weer gaan zitten. Dat deed ik niet. Dat deed ik niet. Dat was iemand anders. Kom, we gaan daar weer neerzetten. Zo. Zo, kijk. Misschien zien jullie het niet heel goed, maar Rien zit dus naast me. Als pionnetje. En we hebben hier wat leuke kopietjes neergezet. Zo, dat moest ik even laten zien.
Ja. Hé, maar wat ik nog even wil zeggen. Als jullie deze video dan leuk vinden, dan maken we meer Proppunt video's. En al vinden jullie dit niet leuk, nou ja, dan doen we het eigenlijk ook. Oh, Rien, ze komen eraan. Ja, tenminste, eentje wel. Maar ze kunnen ons ook door de, muur heen raken, ontdekte ik in het vorige potje. Dus we moeten wel een beetje op letten. Oh, al onze kopieën gaan kapot. Nee, onze kinderen. Nee. No. Nou, daar gaan onze kanaal komen. Liggen! Oh! Oh! Wegwezen! Nee! Oh! Ze zit achter me aan! Ah! Nee! Ga nou dat raam uit, kutpion! Ah! Ah! Nee! Help! Oeh, oeh. Jeetje. Ja, tuurlijk. Ben jij al dood? Nou, Rien zegt dat hij al dood is. Maar ik ben een sterke pion. Ik blijf over. Tot het einde. Er leven ook nog twee anderen, dus Oh, ja. Dan hebben Ronald en Johnny hebben nu even wat goed te maken dan deze ronde. Oeh, er liep even iemand vlak langs mij. Die kon me bijna kietelen. Maar ze liep door. Ja. Ja, jongen, ik zit me net te bedenken. Inderdaad. Laat even in de reacties horen. Wat nou jullie favoriete map is, eigenlijk in Proppunt. Ik denk zelf toch wel echt de meest grote map. Daar kun je gewoon leuk in verstoppen. En, ja, ik val weer even stil, want ik ben een beetje zenuwachtig. Nou, ik ga gewoon lekker bewegen nu. Want het is, we hebben nog 10 seconden. Maar laat eens even weten wat dus eigenlijk jullie favoriete map is in Proppunt. Good job, DJ. En ja, zijn we gewoon heel benieuwd naar. Switching sides. Best play. Nou. 2-1 achter nog wel. 2-1 achter. Maar we gaan er wat aan doen. Ja, we gaan even zwaaien naar Rien, jongens. Die staat hier tegenover ons. Zo, hi. Oh, en jongens, niet te vergeten wat ik net zei. Like en abonneer. Zo, ik stak even mijn duimpje op, Rien. Ja, nou, je zag Rien zijn duim. Dat moet toch duidelijk zijn. Goed, jongens. Voorwerpjes zoeken. En like en abonneer, dames. Wat Rien net ook al zei. Want het zijn natuurlijk niet alleen jongens die gamen. Laten we dat
Niet vergeten. Hé, er staat hier een kopietje. Ik heb alleen even niet helemaal goed geluisterd naar die fluitjes. Oh, hier staan nog meer kopietjes. Hé, ik zag wat gaan. Ja, ik zie hem niet meer. Denk je de hele tijd dat je wat hebt? Ik zag net wat gaan, maar ik weet niet waar hij naartoe is gegaan. Jongens, waar zitten jullie? Ja, ik moet even fluitjes horen. Die gaan over, dat zie je links in je beeld staan. 4, 3, 2, 1. Een zak... Rien heeft een zak wiet gevonden! Ik kom jullie helpen! Oh, een pionnetje! Oh, wat ben ik scheef! Oh, ja. Pionnetje is afgemaakt. En ik maak zijn kinderen ook meteen kapot. Oh, daar gaat nog een stoel ook. Waar is die stoel heen? Waar is die stoel naartoe? Ik hoorde net wel een fluitje hier. Stoeltje, 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 stoeltje. Stoeltje, 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 stoeltje. Ik ga zo hard op jou zitten straks als ik je gevonden heb. Nul. Ja, ik hoor hem vrij hard hier. Ah, redelijk hard. Maar hij zit hier ergens in de buurt. Of misschien hier binnen? Ik zit even rond te kijken of er nou iets opvalt. Nee, geen gieter. DJI, we are running out of time. Seconde, dat wordt... Ja, we moeten er nog 32 seconden en dat wordt heel lastig. Helaas, maar die potjes heb je ook. Oh, we moeten er nog één. Maar dan moeten we heel snel zijn. Het zit erop, ben ik bang. Nee... Het is klaar. Jongens, like en abonneer op ons kanaal. Like ook deze video. Laat het horen als jij nog meer prop-hunt video's wil zien. Het is een beetje vervelend, want Rien praat nu door me heen. maar goed, jongens. Like en abonneer. En... En we stoppen ermee, want we praten nu de hele tijd door elkaar heen. En dat is voor ons heel irritant. Voor de 10e keer like en abonneer. Tot de volgende keer en tot de volgende video. Doei doei.